Vroeger waren werkende mensen hun hele leven in vaste dienst bij dezelfde baas. Tegenwoordig is dat wel anders met alle flexibele contracten, de robotisering en de productie die in veel gevallen is verplaatst naar andere delen van de wereld. Maar wat veel mensen niet weten is dat die veranderingen in ons werk al teruggaan tot de jaren 70. Dat is waar mijn onderzoek over gaat. Ik ben ooit geschiedenis gaan studeren vanuit de overtuiging dat om het heden beter te kunnen begrijpen we het verleden goed moeten bestuderen. En in dat opzicht is de Nederlandse arbeidsmarkt heel interessant, omdat we komen uit een goed georganiseerde verzorgingsstaat. Maar inmiddels heeft 36% van de Nederlanders geen vast contract meer. En de bestaanszekerheid van steeds meer mensen is in gevaar. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu zo gekomen is en hoe werknemers en vakbonden daarop gereageerd hebben en zich verzet hebben tegen die veranderingen. Want die veranderingen in werk zijn nog steeds heel actueel. Denk maar aan de Uberchauffeurs of aan de boodschappenbezorgers op de fiets. De Poolse arbeidsmigranten die heen en weer worden geschuffeld tussen uitzendbureautjes om er niet in een vast contract te hoeven. Maar ook Nederlandse jongeren blijven tegenwoordig steeds langer in flexibele contracten vastzitten. Het blijkt nog steeds lastig om mensen te organiseren om op te komen voor hun rechten. Daarom is het goed om te weten wat in het verleden heeft gewerkt. Of juist niet. Daarvoor kijk ik naar twee grote bedrijven. Unox, de worst- en soepfabriek in Os, onderdeel van Unilever. En Albert Heijn, en dan zowel de supermarkt als de distributiekant. En dan ben ik vooral geïnteresseerd in wat er veranderde op de werkvloer. Hoe gingen mensen met elkaar om? Lukt het mensen om zich te organiseren tegen de komst van nieuwe machines of reorganisaties die ten koste gaan van werknemers? Wat ik het leuk vind aan wetenschap en onderzoek is dat je constant bezig bent met nieuwe ideeën en nieuwe manieren zoeken om antwoorden te vinden op vragen. En wat ik heel specifiek heel leuk vind aan mijn eigen onderzoek is dat ik ook werknemers ga interviewen die vroeger bij Unox en Albert Heijn hebben gewerkt. Dus op die manier ga ik ook hun verhalen onderdeel maken van ons archief. En ik hoop daarbij dat ze ook nog wat spullen uit die tijd op zolder hebben liggen, zodat we die ook kunnen meenemen.